Waarom is schaken zo belangrijk? Ja, schaken is heel goed voor kinderen. Ze leren geconcentreerd werken, respect voor elkaar, hoe ga je met elkaar om, netjes je spullen opruimen. Het heeft heel veel voordelen voor de kinderen. U heeft een droom. En welke droom is dat? Ja, mijn droom is dat er eigenlijk overal in alle gemeentes dat er publieke schaaktafels geplaatst worden, zodat alle kinderen eigenlijk buiten kunnen schaken en dat het vanzelfsprekender wordt om buiten te schaken. En dat is er vandaag nog niet, dus daar werk ik aan. En wat doet u daarvoor om die droom werkelijkheid te krijgen? Nou ja, ik ben begonnen hier in het Maxima Park in Utrecht om daar 3 schaaktafels geplaatst te krijgen via het initiatievenfonds, dus dat is nu gelukt. En vandaag bij de school? Ja, ik vind het geweldig, want hier is natuurlijk vandaag de schaaktafel. Die gaan we straks openen met wethouder Paulus Jansen. Dus echt een feestdag. Lekker bij de schaak. Dus daar wil ik wel even een applausje voor hebben. Ik zal maar even husselen hier, want jullie zitten stiekem te kijken, zie ik al. Oké, nou Jesus mag als eerste kiezen. Normaal doen wij de jongste, dus... Ik ga voor deze. Heb jij dit? Ja. Succes! Eerst stuk straf, jongens. Gewoon staan op de Waarom vindt de gemeente het belangrijk dat er schaaktafels komen? Omdat het gewoon ontzettend leuk is voor kinderen om te kunnen schaken op school. Er zijn heel veel scholen in Utrecht die schaken, meer dan 50. Ook het grootste schoolschaakkampioenschap van Nederland, daar ben ik heel erg trots op. En een professor die er verstand van heeft, die zegt altijd als je op de basisschool gaat schaken, en liefst in combinatie met actief sporten, wat je voetballen of iets waarbij je moet bewegen, dat is heel goed voor je ontwikkeling. Dus daar word je eigenlijk op alle punten beter van. Misschien is het wel leuk als je een keer langskomt om met de leerlingen te schaken. Ja, absoluut. En ook dank aan Jesus Molina die het initiatief heeft genomen. Iemand uit de buurt ik dacht dat zijn zoon ook schaakt. Vond het gewoon leuk om iets te doen voor de school. En met zo'n enthousiaste ouder zeg maar, kom je dus heel ver, zoals je hier ziet. Jorik en Sven, leerlingen van Panterijn. Kunnen jullie wat vertellen over het schaken en wat jullie gaan doen? Wij willen op onze school ook schaakles. Dat hebben we nu georganiseerd. En na de wintervakantie gaan we... Krokusvakantie gaan we lesgeven. Aan wie gaan jullie dan schaaklessen geven? We gaan aan de klas 7-8, aan de 5-6 en nog 5-6. Daar gaan we aan geven. En wat vinden jullie nou leuk aan schaken? Het is gewoon leuk. En je denkt meer na en zo. En wat vind jij leuk aan schaken? Ja, zonder dat je het door hebt, doe je eigenlijk allemaal dingen. En ja, dat is best wel indrukwekkend. En in de pauze.